Pak me dan. Ja, hij zit vast! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ik weet niet hoe lang, ik weet niet hoe lang. Got him, denk ik. Heb ik hem? Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Yeah! Jongens, het is koud. Ik vind het koud. Het is nu gewoon fris vandaag, oké, op de dag van de opname. Het is koud. Oké, genoeg gejammerd. Ik hoor de gevechtmuziek voordat ik de opname startte. Hallo gevechtmuziek, mens. Het is een Titano Slango Boa. Die jij nou weer hier? Hij registreerde niet of wel? Oh mijn god, this game. En twee keer. Jongens. Hij had nu al lang dood kunnen zijn. Hij had al lang dood kunnen zijn. Het kostte mij 5 pijlen in plaats van 2. Hoe vinden jullie dat? Is dat eerlijk? Nou steelt dat ding ook nog eens mijn fame. Blijf van mijn fame af, je vieze mega fame na. Kom, waar ben je? Hè? Waar ben je? Waar ben je? Ga nou... Doe ik jou wel damage? Waar ben je? Blijf nou stil hangen. Blijf nou... Godverdomme. Ik bola je dadelijk. Ik bola je dadelijk. Er zit er een pijl in de pas, maar het doet niks. This game. Ah, 2 pijlen en het doet niks. Oké, okay. Nee, prima, prima. Ik krijg hem al dood. Eén deze dagen bezwijkt die oh mijn god, elke pijl gaat erin, maar het doet niks. Kijk al die pijlen eraan wapperen. Oké, ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Nou kom ik power shot. Kamehame power shot. En dan werkt het wel. Tuurlijk, je moet gewoon even een strijdkreet van tevoren innuttigen of benutten of hoe je het ook wil noemen. En dan werkt het allemaal perfect. Weet je? Oké, als de game zo werkt, dan moet ik er maar gewoon aan wennen, hè. Gewoon lekker omschakelen. Even wat drinken. Maar hey yo, Surmenterder hier terug met een nieuwe Ark Aberrations. Ik hoop dat jullie er zin hebben. Ik in ieder geval wel. Buiten dat, met die hits. Waarom werkt dat niet? Ik heb geen idee. Maar laten we gewoon even kalm blijven. In deze aflevering wil ik dus wel iets meer vooruitgang maken. Misschien wat doneren aan Linkse Brug. Ik weet het nog niet zeker. Want ik weet niet hoe jullie erover denken. Maar hij is wel een beetje opdringerig. Oké, okay? De laatste keren kwam hij er langs. En dat gekke, enge geklop en zo. Godverdomme. Dat is mijn fish basket staat hier. Oh. What? Ik heb een vis... Ah, goddamn, dat ging me helemaal armer setje. Oké, ik heb dus een vis gevangen, blijkbaar. Een aberrant colent. Wat kan ik ermee doen? Ja. Oh, een shinehorn, die loopt hier gewoon. Oh, deze vind ik zo kjart. Maar waar tame ik zoiets mee? Oh, nee. Please stay, man. You gotta stay here, man. Zouden deze ook mutten hebben? I don't know. Ik ga even opzoeken hoe ik zo'n ding tame. Maar eerst even veilig staan, want ik zag een carno onder loer. Onder loer lopen. Shinehorn, chan, kawaii, desu, desu. Very nice. Ah, wat? Met rare flowers? Ah. Maar jongens. Jullie weten toch allemaal dat ik duizenden rare flowers heb. En daarmee bedoel ik 4. Wat is een gekke geitje? Kom op. Geen tijd voor gekke geit. Snap je? Gekke geit. Ben ik hem kwijt? Geit? Waar is mijn geit? Waar is mijn kwijt geit? Oh, hij geeft licht in het donker. Tuurlijk raak ik die niet kwijt. Ah, jongens. Heeft iemand een geit gezien? Ah, is de geit. How you doing? Hij zit nog in de wilde renfase, of niet? Oh, nee, daar moet je niet naartoe gaan. Kom terug, snel. Kom aan land. Hier ben je veilig, buddy. Ja, oké, ben je weer kalm? Hij lijkt kalm. Laten we hem... Oh, hij poept. Laten we hem sluipen. En dan... Put taming food and last items on to feed. Dude, denk dat ik heb. What the fuck? Shinehorn. Taming method met dat. Preferred food. Oh, what the fuck? Plant Z. Ja, maar moet ik hem daar dan mee temmen? Oh, hier, taming. Oh, met mushrooms of met plant Z seed. Met agroflatic mushrooms. Oké, dat zijn deze. Daar kan ik het dus mee proberen. Oké, hij tamed. Ik moet 2 hapjes nemen. Ik kan het dus ook doen met een plant Z en dan wordt hij meteen getamed. Maar ja, weet je, ik heb geen plant Z zot. Dus laten we dat maar niet doen. Het zou wel dope zijn als ik eens zo'n gekke geitje krijg. Toch gekke geitje? Hé, hey, meh. Voor de collectie, jongens. Voor de glowing collection. Maar wat ik in deze aflevering ook nog wil bereiken is eigenlijk een Karkinos killen. Dat wilde ik in de vorige aflevering doen voor Kaiten. Maar nu wil ik het in deze aflevering doen voor Kaiten. Ik weet alleen nog niet echt hoe. Misschien moet ik het slim aanpakken. Als je snapt wat ik bedoel. Net zo slim als deze. Die nu van mij is. What the fuck, geit? Word je... Oh, hij kan op mijn linkerschouder. How cute. Dit is wel cute, toch? Ik snap niet waarom zijn poot in mijn nek gaat. Maar misschien betekent dat wel dat we meer verbonden zijn. Hebben jullie die film Avatar gezien? Je weet wat die gekke blauwe mannetjes die dan met hun staart, zeg maar, de staart van een wezen connecten. Ja, stay connected. Doe ik ook met dit geitje, alleen hij doet het bij mij. Gewoon poot in mijn schouder, lekker begraven. In mutant menteerder. Maar hé, hij geeft wel lekker licht. Hij is schattig, hij is mooier dan de bulldog. Ik vind het helemaal prima. Ik snap alleen niet waarom hij zo stom hangt. Ik bedoel, als ik vlieg, dan zit die geit toch echt ontzettend in de weg, of niet dan? Maar ja, boeien, weet je. Kirk, gewoon Kirk, I don't care. Stop hem even weer lekker hierin.
Oké, de vorige keer heb ik dus redelijk wat gedaan. Ik ben dingen kwijtgeraakt. Dan heb ik schapen zitten zoeken voor 3/4 jaar. En ja, Ravager. We hebben een Ravager gedaan. Level 69. En een Doody. Die Doody duurde lang. Ja, dat was het. Dus ik ga nu met de Doody steen verzamelen. Dan gaan we even sowieso nog focussen op die gekke cliff. Hoe heet die ook? Stone Cliff Platform. Want toen ik inlogde werd ik aangevallen door een Sarko. Dat staat niet in de video. Maar ik werd aangevallen door een Sarko. En die deed pittig veel damage op deze base. Ook wil ik dus nog een gas collector. Dus totaal hebben wij 310 cementing pace nodig. We hebben er 142. Oh joh, we komen er wel. Hebben we eigenlijk maar 142? Oh nee, we hebben hier ook nog 49. We hebben de 191. Denk ik. I don't know. Ik heb geen zin om te tellen. Laten we dat even allemaal bij elkaar doen. Hier in deze bak. En wat kan ik nou met deze gekke vismand? Kan ik hem hier releasen? Ja, maar what the fuck? Wat heb ik daar? Oké, nee, dat is nooit gebeurd. Jullie hebben niks gezien. Oké, maar de snelste manier is dus gewoon legit een Karkinos killen, denk ik. Ah, kut. Jammer is nu ook dat ik eigenlijk mijn armen moet repareren met chitin. Waar ik dus niet echt zin in heb. Oh, ik heb nog 132 chitin. Dus dat is wel fijn, I guess. Maar ja, eerst ga ik even al mijn armen repareren. Alright, dat is dus geregeld. Die rare had ik dus blijkbaar nergens voor nodig. Dus die doe ik wel lekker terug. Ik heb er toch maar 4. We hebben deze keer dus wel nog lekker veel mutten. Omdat de koelkast nog draait. Helemaal prima. En oh, ik zie dat de climbing pick weer kapot. Dus misschien handig dat ik die ook even voor onderhoud repareer. Het was wel geinig. Ik zag vandaag in een workshop van Ark. Dat er nu al een mod is dat ervoor zorgt dat climbing picks en zo niet kapot gaan. Ik overweeg hem. Ik heb hem voorgesteld. Want waarom zou je 8 van die dingen meenemen of zo? 4 als je een keer goed op avontuur hebt. Dat is zo fucking dom, man. What the fuck? En ja, ik zie het dus niet echt gebeuren als je daar een ascendant fucking climbing pick hebt. Dus Dus ja, dat zou een alternatief zijn of een upgrade station. Maar dat ben ik. Dat ben ik. Ik weet niet hoe de rest erover nadenkt. Maar oké, Karkinos, hoe kunnen wij die het beste uitschakelen? Ik zou een soort van trap kunnen maken op een gate zodat hij nergens naartoe kan. En dan kan ik gewoon al mijn tijd nemen en pijlen in hem jassen. Maar we gaan eerst even kijken hoeveel HP zo'n makker heeft. Die makker zit. Nou ja, die makker die zit. Dan nog gewoon. Hij heeft. Oh. Hij heeft in principe maar 1900 HP. Weet je, dat is best wel goed te doen. Ik denk ook niet dat het veel moeilijker wordt dan Spino. Maar Spino rent op een gegeven moment weg. En dat maakt het wel makkelijker. Dus ergens kieken. Kan ik een soort van Dino frames maken? Alleen dan de stone versie. En dan alleen de gates. Oh ja, maar daar heb ik heel veel stone voor nodig natuurlijk. Oké, laten we dan even met de Doody. Sowieso trouwens, want dat is wel belangrijk. Oh, eerst een Doody zadel. En badabadabadoop. Maar laten we met de Doody even veel steen gaan verzamelen. Zodat wij al die dingen dus kunnen maken ter voorbereiding. Even kijken. Doody Chris. Yeah! We hebben een zadel. Oké. Iets te enthousiast. Boeien. Hallo Doody mensen. Hey Dino's, lang niet gezien. Rufus, what up, my boy? Boelpoegoe. Ja, dat heb ik nodig, man. Die punten die verdelen we dadelijk al. Nou, doen we gewoon allemaal op weight. Oké, pak dat. En kom dan even op me zitten, dankjewel. Oké, Doody, ik heb één belangrijke taak voor je. En dat is niet weglopen. En dat is... Smash! Wauw, geen enkele steen uit die steen, dat is bizar. Smash! Goddammit. Smash! Goddammit. Ik pak de grote stenen wel, oké. Smash! Kreeg weer niks. Oké, nee. Maakt me niet uit. Of zie ik het gewoon? Oh, wauw, hij verreed te veel. Oké, op een of andere manier zie ik gewoon niet dat hij steen krijgt. Eetje! Oké. I don't mind. Zolang niet mij. Oh, nu zie ik het wel. Ja, we hebben nu denk ik wel al genoeg steen, jongens. Hopsakee. Wat is dat? Oh, Parasaur. Oké, dat maakt me niet zo heel veel uit. Hey, Parasaur. How you doing? Oké, laten we even daar gaan hakken. Want daar ligt de modderlood de steen. En een Argentina. Oh, wij kunnen geen veggie cake maken. Oh, dat is zo kut. Yo, dude, als we nou een Argentina hadden. Oh. Als we die gewoon nu al hebben. Oh. Oh, dat zou sick zijn, man. Dat zou echt heel chill zijn. We hebben alleen de collector niet, dus wat dat betreft zou het gewoon totaal niet chill zijn, bedenk ik me nu. Laat maar, ik heb mezelf weer versproken. Oké, dit is een metal note. Wil ik eigenlijk niet omhakken, maar ja, weet je, als die meegaat, zo be it, hè. Hey, what the fuck? Nee, joh. Nee, joh. Wie is die? Coco Lovers. Heeft hij de plekje ingebietst? Domme Link. Oké, dankjewel, Link. Ik waardeer je gebaar. Je bent echt de beste buurman ooit, maar oké. Ik vind het helemaal niet erg dat je hier bent gemaakt. Oké, dankjewel. Nee. Wat? We hadden het ook eens over. Oh ja. Ja. Link is de beste buurman ooit. Ach, wat vervelend dat hij dat ding daar heeft staan wat ik nog niet heb kunnen maken. Oh, vind ik zo jammer. Oh, chill man. De vooruitgang komt nu 10 keer zo hard. Hey, jongens, ik wil even dat het duidelijk is. Ik heb niks gestolen. Want dit wat jullie hier zien, is kauwgom. Heb ik van de vloer opgeraapt. Ja. En weet je, ik heb even leeg gemaakt zodat het weer bij kan vullen. Dus weet je, ik heb niks gestolen. Nee. Ik ga het waarschijnlijk wel in mijn titel en mijn thumbnail zetten. Maar ik heb niks gestolen. Ik zweer. Ik heb niks gestolen.
Dus houd de dislikes voor je. Ik leen alleen de opgeraapte kalken van de vloer omdat het vies is. Ja, dat is wat ik deed. Ja. Nou, neem ik ook meteen aan dat ik meer dan genoeg steen heb. Dus laten we even terugrollen. Get out of here. Ik zie ook gewoon dat de shine allemaal volgt. Hey familie, ik ben weer thuis. What up fam? Die fuckers moeten ook een keer weg trouwens. Bam! Gereden. Nu heb ik Link gereden. Dan zit hij in zijn tryblok dat ik iets kapot heb gemaakt van hem. Ha. Hoeveel weegt dit voor mij? Oké, veel te veel. Oké, Doody, jij moet even buiten blijven. Wat ik ga doen, is even alle stone hierin poelen. Dankjewel. Oké, Doody is wel leeg. Even kijken, wat moest ik hebben? Ik moest met stone dus onder andere de cementing paste maken. Dus ik doe maar even, laten we zeggen, die 1500 daarin. Dan doe ik ook tegelijkertijd even al mijn gassige ballen. Gewoon lekker hierin. Oeh, yeah. Wat had ik deze ook eens voor nodig? Ik ben het even kwijt. Ik ben het gewoon even kwijt. Laten we even kijken. Voor iets heel... dat was een nasty boer. Voor iets heel belangrijks. Voor jou niet. Voor jou niet. De pliers, ja. En de... Oh, dat was meer. Dat was sowieso meer. Zo, nee. I don't know. Oh ja, het hazard suit. Tuurlijk. De hazard suit. Ja, daarvoor hadden we hem nodig. Oké. Good to know. Nou, daar heb ik nou bijna genoeg voor, denk ik. Of misschien wel genoeg. Voor een hazard suit heb je een fabricator nodig en die hebben we voorlopig nog niet. Hey yo, wat is dit? Een charge battery? Yo, wacht. Ja, dit denk ik. Level 80. Dat bedenk ik me zojuist. Want in de trailer was volgens mij een of ander wapen. Wat een soort van plasma beams eruit. Zo tegen de Nameless. Wat is dit dan dan? Voor de Reaper of iets? Ah, I don't know. Oké, dope. Dope. Het wordt steeds vetter. Ja, ik ga dus even focussen op een S-plus tafel. Fuck, I don't know. Oh, dit ding. Crafting zij staat er gewoon al. Die moet ik even maken. Oké, zo en zo. Die is gemaakt. Dan zetten we die maar eens even lekker hier in de hoekje neer. Oh ja, bola. Yep. Oké, dan gaan we hier dus naar de Dino Gates van S+. Dino Gate. Wait a minute. Moet daar geen S+ variant van zijn? Oh, hij heet gewoon iets anders. Oké, S+ Stone Gateway. Prima. Hebben we die dus geleerd en die gaan we dan even maken. Hoeveel gaan we er maken? Geen idee. Laten we beginnen met 5. Kan dat? Oké, deze worden gecraft. Duurt niet heel lang. Dan ga ik dus proberen om de karkinders erin te treffen. Want ik denk niet dat hij er doorheen kan. Dan ga ik even lekker een kopje thee drinken. Ah, lekker man. En dan ga ik eens even kijken hoe ik dit verder aan kan pakken. Ook wil ik eens een keer spelen met traps. Weet je, een van de dingen die ik jammer genoeg dus niet echt leuk vind aan Ark. Is dat het heel shallow is. Heel oppervlakkig. Dus je kan van alles doen. Maar er zijn niet echt geavanceerde mechanics, zeg maar. Dus ja, ik wil gewoon even een trap gebruiken voor de leuk. Laten we zeggen... Mag ik een bear trap? Nee, ik moet een large trap hebben. In Dark and Light... was er eerlijk gezegd meer diepgang in de mechanics. Dat is allemaal uitdagender in zekere zin. Maar hey, boeien. Ik wilde gewoon even klagen, want dat doe ik graag. Maar laten we eens even kijken of we dit nou waar kunnen maken. De karkinos zit hier dus waarschijnlijk. Oh nee, het is geen karkinos. Laat maar. Het is namelijk een karkinos. Nos. Oh. Hij vliegt. Oh ja, die dingen kunnen springen, by the way. Dat is wel geinig. Yo, dat is een mooie spine off, lijkt het. Yep. Nee, dat is lelijk. Oké. De karkinos kan lekker... gek springen. Ik ga hem hierin lokken. Dus ik zet dan mooi die gate zo neer. En zo neer. En zo. Is dit groot genoeg? En zo neer. Dan heb ik nog één gate over. Die zou ik dan denk ik rechterachter kunnen plaatsen. Of zou die er dan doorheen kunnen? Ja, wacht. Hij moet iets kleiner. Oké, deze kruipen we iets meer weer hier naartoe. Als ik deze naar hier achter plaats, dan kan die in principe niet weg. Misschien... dat weet ik dus niet zeker. Kan ik hem eens vastzetten met deze trap, zodat ik de tijd heb? Maar dat ziet er wel dope uit. Maar zodat ik dus de tijd heb om dat ding te trappen. Oh, ga. Nee, niet pick up. Maar hey, je moet openklappen, man. Klap nou open. Oké, weet je, als je niet wil werken. Hé, dan doe je het toch niet? Oké, karkinos. Ik weet niet of het slim is. Oké, hij is wakker. The man himself is wacker. Hij is very, very wacker. Beter doet hij trappen. Nee, kom. Kom hier naartoe. Verdomde buurman. Verdomde karkinos, man. Waarom vlucht die man? Kom op. Hé. Hey, hij is open. Hehehe. Ja, oké. Leuk en aardig dit plan. Maar als hij dus niet in mijn trap wil, dan kom ik nergens. Nou is de vraag. Ga ik mijn Ravager benutten? I don't know. Vorige keer is dan een beetje misgegaan. Fuck it. Weet je wat? Fuck it. Ravager-chan? Fuck. Ravager-chan, kawaii. Kom even mee. We moeten hem er even inlokken, man. Makker. We moeten hem makkeren. Wat kan ik het beste level op jou? Ja, ik weet niet. Melee damage is chill, maar... je HP, man. Je HP is so weak. So weak, dead. Okay, dit is nooit handig en nooit slim. Die karkinos kan je ook 100% inhalen. Als die mij hier pakt. Ik zie daar een schorpioen. Misschien chill als we die eerst even killen. Oh, what the fuck? Wat gebeurde daar nou weer? Oh, hij is dichtbij. Hij wordt dan gekild door een Ravager. Misschien moet ik nog gewoon inspringen, hoor. Dat kan me mijn Ravager kosten. Kom, Scorpiono, ga dood.
Scorpionen gaat dood. Die Scorpionen die is even snel dood. Godverdomme, duurt te lang, duurt te lang. Gewoon iets anders. Het is een andere Scorpionen. Oké, okay, draai bij. Oh, waarom wordt het hier opeens zo druk? Kom op. God dang it. Nee, ik wil niet weer mijn, mijn revertje verliezen. Nee, dank je. Nee, dan ben ik vertraagd. Doe normaal, gek. Doe normaal, ren. Ren. Er komt ook nog een Spino aan, ren. Ren like the wind. The wind, the wamend. Godverdomme. Ze waren net nog afgeleid met dat andere ding. Ren de brug over. God. Man, blijf nog weg. Welke level is die Ravager eigenlijk? Level 12 maar. Oh, oh ja, ik kan die dingen natuurlijk aanvallen. God damn it, Ravager. Doomed. Genoot. Kom maar, watje. Kom maar aan, dan pik. Oké, okay, fuck ja, fuck ja. Dan ga ik dood ook. Ik verwend de hondnest. Dank je. He died. Alleen, ik heb nog weer die debuff en hij had geen eens een pack. Oké. Oké, oké, oké. Ondertussen zijn we al mijn stone arrows bijna op, maar prima. Weet je wat? We gaan hem alsnog gewoon inlokkeren. Want dat is waarvoor ik geboren ben. Hey, gratis kitten. Hallo, geef mij kitten. Geef mij kitten, me. Ja, yeah, me. Kom op, jullie horen niet veel AP te hebben. Jullie zijn mugjes. Jullie zijn mugjes, me. Ik kan hem ook gewoon niet raken, me. Oké. Dan gaan we dus even deze makker inzetten. En alles weghakkeren. Yay, gratis kitten. Nog mijn kitten. Woe. 118 en er was er nog één. Die was er net hierboven volgens mij. Ja hoor. Hoop ik stiekem dat die schorpioenen nog half dood zijn. Oh, oh, is dat hier aan het water? Hey, dat is een makker schorpioen. Dat is hem. Oh, wacht, kom hier. Ja, 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 kom hier. Oh, wacht. De fucking ding kan niet aanvallen op water. Oké, okay, klok hem wel weg in ieder geval. Kom maar naar mij toe, man. Nou, dan komt er in ieder geval iets aan. De karkinos. Hoe gaat het daarmee? Hij heeft al zijn HP. Hij heeft al zijn HP weer. 2000 HP ballen. Schorpioen kan hier niet klimmen. Oké. Okay. Dan ga ik hem gewoon even killen zonder dat ik op ga letten. En tegelijkertijd de Karkinos weer stalken. Val me op dat deze dingen verrassend veel HP hebben. Of ik doe gewoon verrassend weinig damage. Nee, ik doe sowieso verrassend weinig damage. De Ravagers zijn echt zwak, man. Misschien als je in de pack zit, niet, maar oh, dit is rampzalig, jongen. Dit is echt rampzalig. Ja, weet je, dat beetje kiten is het wel waard, hoor. Alleen jammer dat die andere schorpioen niet echt komt. Oh, nee, nee, nee. Nee joh, gek, moet je niet gaan vluchten. Dan kom je jachtinstinct naar boven als je vlucht. Moet je juist niet doen. Just there. Just there. Oh nee, dan heb ik gewoon mijn gate geplaatst. Waarom? Pick up, oké. Okay. Ik heb hem weer. Waar is die laatste Scorpiono? Hij is helemaal daar al. Ja, val mij gewoon even aan. Kom op. Hey, ik ben zelf even een leveltje omhoog. Ik weet nog steeds niet wat chill is. Ik denk stamina. Ik weet niet of ik echt wat op fortitude ga hebben namelijk. Maar dat ding is zo vervelend. Just there. Oh, oké, okay, dan niet. But just there. Oké, okay, dan niet. Jezus. Blijf maar lekker leven. Weet je, de Karkinos is toch de enige die me buurt. Dus, die Karkinos, vriend. Hij lijkt me niet echt afgeleid door mij. Ik zou nog even een testpijltje kunnen schieten. Oké, okay, die had dus geen behoefte om raak te gaan. Deze dan. Die wel. Die wel. Maar zie je dat? Hij wordt er niet echt warm van. Hij is er gewoon een gekke rondje aan het draaien. Kom eens hier, man. Ik wil je gewoon eerst even vangen. Hij is gewoon niet... Ja, maar dan kan ik hem makkelijk killen als hij gewoon niks om me geeft. Maar wat doet hij nou? Mijn pijlen zijn dadelijk wel op, dus ja, vriend, kom hier. Ik heb nog maar 2 pijlen. Maar ik vraag me af of dit torpo doet, eerlijk gezegd. Ik heb zo'n vermoeden. Oké, okay, dat doet geen torpo. Deze moet je themen als een rock element. Alleen dan iets lichter, volgens mij. Omdat deze weinig HP heeft, heeft de kanon volgens mij niet veel zin. Maar moet je zo'n ballista gebruiken? Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar het is wel zo'n soort... God damn it, die beer is een fucking Ravager, dude. Oh, die Karkinos geeft gewoon niks om mij. Dit is zo'n zonde van mijn HP. Dit is zo'n zonde van mijn HP, gek. Oké, okay, hij is dood. Dus hij is dood. Hij is dood. Maar ja, veel Ravager attacks kan ik dus niet overleven. Ik zie daar een hele pack lopen. Dus dit wordt geen leuk avontuur. Maar dat ding rent gewoon weg van me. Ik wil gewoon de kiten... Oh, oké, okay, kut. Fuck, daar hebben we nog geen... Ik wil gewoon de kiten hebben. That's it. Dat is waar ik het voor doe. Ik heb nu ondertussen 258 kiten erbij. Dat is nog niet echt dat je denkt van... Wow, Rudy, wat fijn! Nee, 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 nee. Dat is gewoon weinig. Dat is gewoon weinig. Oké, okay, nou hebben we 170 erbij. Maar ik trouwens even tussendoor, omdat het niet lukt. In de beschrijving staat een linkje voor G-Portal met 20% korting. Mocht je geïnteresseerd zijn in Joost en mijn bundelservers. Dat zijn servers met al onze instellingen. Zo goed als ze wel iets lager. Maar je kan sommige dingen aanpassen, maar niet alles. En onze mods. Klik dan zeker even op een linkje. En ja, weet ik veel, als je server nodig hebt. Graag gedaan. Korting. Yeah. Voor nu hebben we de Ragnarok server en de Aberration server in de bundel zitten. En de rest van de info staat daar op de site. Oh, hier hebben wij een Kaiten machine. Hallo Kaiten, man Arctopleura's ding. Hey man, waarom loop je hier niet vaker? Je bent een wandelende Kaiten, man. Je hebt wel meer HP volgens mij dan een Scorpiono. Ah, valt van mij. Ik ben benieuwd hoeveel ik hiervan krijg. Ik denk echt zo'n 200.
Oh, ja, ik wil alleen even vergeten dat hij natuurlijk een zure hap had. Yeah, dat zijn van die dingen die je wel eens kan vergeten. Oké, hoeveel? 156. Nee, weet je, is iets meer. Maar ja, nou is mijn arm ook weer kapot, hè? Is natuurlijk wel een feit dat hier onder een soort van swamp biome zit. Ik moet echt even healen weer. Maar, en ik zou er naartoe kunnen. Dus gewoon met de Ravager. En dan al die Autopleura's killen. Maar, het is dat te gevaarlijk. Het is te gevaarlijk. Ik denk dat ik mijn Ravager dan weer ga verliezen. Ik wil het ook niet riskeren met één Ravager, zeg maar. Oké, laten we dan maar gewoon alvast wat cementing paste maken met de dingen die we hebben. Stop hier even alle kiten in. Hoeveel kunnen we dan maken? 130 en we hadden al 191. Dus dan hebben we 321 en wat hadden we nodig? Nou weet je, in principe kunnen we dan het platform maken, wat super chill is. En Link, die heeft dus die gas collector er staan, dus ja, eigenlijk hoef ik die niet te maken. Als ik slim ben, maak ik hem gewoon nog niet, totdat het echt een soort van moet. Ik weet ook niet waar ik ga wonen als ik dat platform af heb. Ik zat te denken aan deze steen, to be honest, maar weet je, deze plek is wel chill. Op zich qua resource, want ik heb daar de gas collector dan en hier metal en ja, ravagers. En het is een vlak veld, dus op zich is het wel vet. Maar ik denk niet dat ik hier heel lang blijf wonen. Maar voor nu, ja weet je, voor nu kan ik hier op zich best wel even hangen, toch? Het is wel redelijk veilig en ik herken de plek. En het is dicht bij de edge, dus mochten wij zo op onderzoek uit willen gaan, dan kan dat hier al. Ik wil wel echt even op onderzoek uitgaan, godverdomme. Maar ja, ik vertrouw het gewoon niet, ik ben al te veel verloren de laatste tijd. Oké, al mijn armen moeten we daarin. Repair, daar gaan we weer, godverdomme. En gerepaired, oké, alles wordt gerepaired. Een second skieken. Hier, eet dit Ravager, want je bent wel bijna dood. Oh ja, ik zie gewoon dat hij 57 arrows heeft geloot van enemies, oké. Of 56. Waarom zei ik 57? Hoofd. What the fuck? Nou ja, weet je, het doel van deze aflevering was dus natuurlijk wel cementing paste te verzamelen voor dat platformpie. Maar ik wil ook gewoon echt een Karkinos killen. Ik wil de slachter der Karkinos zijn. En zo wil ik dus ook mijn tribe gaan noemen. Als het even kan. Dus ik zit even te denken hoe we dit het beste kunnen doen hoor, jongens. Want ze lijken niet gewarmd te worden van mij, eerlijk gezegd. Vind ik best wel jammer, want ik ben een best hete jongen. Kijk, en daar wil ik me dus niet in bij bemoeien. Welk level is deze Karkinos? 8 en... Oh, wat? 64. Je hebt weer meteen echt een stuk meer HP. Die andere was het ultieme doelwit eigenlijk, maar ja. Hoe ga ik dit ding lokken? Kan erop schieten. Kan altijd. Hallo? Ik snap ook gewoon niet wat hier gebeurt, want de Sarko is bezig met de Spino en de Karkinos en een Raptor. Komt hij nou wel naar mij toe? Hé, hey, deze voelt zich wel aangetrokken tot mij. Very nice. Very nice. Nee. Verkeerd moment om te poepen, mee. Kom hier, mee. Nee. Hij is afgeleid. Kom eens. Waarom raak ik hem niet? Ik snap het niet. Oké. Nee. Kom op, mee. Kom, je moet naar mij toe. Je ziet er best wel eng uit. Je bent best wel intimiderend, oké? Ik lieg niet. Oké, volg mij. Volg mij door. Je bent misschien iets te groot voor dit. Ik weet het niet zeker. Hé. Pak me dan. Ja, hij zit vast! Oh my god. Ik weet niet hoe lang. Got him! Denk ik. Heb ik hem? Ik weet het niet. Yeah! Ik kan hem nu gewoon tamen. Nee, ik denk niet dat ik hem kan tamen met de spullen die ik heb, maar... Oh, we hebben hem getrapt. De Karkinos trap. It works, man. Works every time. Oké, laat ik hem nou maar gewoon doodschieten. Hoeveel damage ook per hit ook alweer is? 95. Zijn flink op pijlen. Waarom komt daar een Sarko aan? Waarom komt die Sarko hier meer naartoe? Ja, die trap die werkte. Oh, ja, help me mee. Nee, Sarko, wacht, help me niet mee. Welk level is de Sarko überhaupt? 48, dat is pittig nice hoor. Oh. Nee, ik bedoelde jou niet. Ik bedoelde de Sarko. Ik wil de Sarko wel tamen eigenlijk. Ja, doe maar alsof je mij slaat. Doe maar, vind ik prima. Alleen die Sarko die gaat wegrennen, dat wordt een probleem. Oké, weet je wat? Ravager, ik ga jou even helemaal terugzetten bij de base. Want ik denk niet echt dat ik het nodig ga hebben nu. Mijn crossbows zijn wel allebei bijna kapot. Oké, hoeveel torpor heeft de Sarko? Yo, hij is bijna down. Oh, en de Karkinos is ook bijna down. Hij is bijna gekilled. Door de Sarko. Oh. Snel dit, snel switch. Hot swap. Nee! You just killed my Sarko, me. Hij heeft serieus mijn Sarko gekilled, oké. Nou, dat is jammer. Het gaat ook nooit zoals ik wil in Aberration. Maar, aan de andere kant... De Karkinos is flink afgezwakt.
Dus ik denk dat we nu daadwerkelijk kunnen killen. Volgens mij kunnen we deze dingen hier ook letterlijk oppakken en lanceren. En dan twee dingen tegelijk, zeg maar. Hey, buddy. Ik kom even van dichtbij je stalken voor de thumbnail. Uh-oh. Dan moet je wel even omdraaien, please. De slachter der Karkinos. Come on, man. Val me aan. De slachter. De slachter. Ik ben... Ah, kak. Godverdomme, dat meen je niet. Ze zijn echt kapot. Jesus, man. Ik was net bezig met de thumbnail. Oké, dan gaan we het zo doen. De slachter. De slachter met de speer. Ik ben... Ah, dan moet ik echt zo'n warpaint hebben. Maar ik ben de Karkinos slachter. Heeft hij loot? Heb jij loot? Dude, sowieso. Dude, open je inventory. Je hebt sowieso loot. Als er nou zo'n stom insect ding aankomt lopen. Nou, fuck it. Ik loot hem al gewoon. Organic polymer. Dude, dat wist ik niet. Kijk de chitin. Kijk de chitin. Oh, dude. 740. En jij? Oh, wacht. Jij hebt sowieso wel iets. Dankjewel. 740. 740 chitin en organic polymer. Jongens, jongens, jongens. Wat kan ik nou maken? Ik denk dat we langzaam moeten gaan denken aan een hazard suit. En die polymer die gaat spoilen. Ik zou gewoon legit kunnen kijken of ik al wat delen van kan maken. Zeg maar niet alles al, maar gewoon, weet ik veel, beetje bij beetje, snap je? Oké, laten we even kijken waarvoor we polymer nodig hebben. We hebben de elevator platforms. Die heeft geen polymer nodig. Die ook niet, die ook niet. We hebben de pliers. Die heeft ook niks nodig. Gas collector ook niet. Karkinos saddle. Die wil ik op zich wel leren. En ik zou hem kunnen maken. Maar ik wil eerst de blue gems hierin gaan investeren. Oké, we leren het gewoon even het hele setje. Want dit kost allemaal polymer. Oh, wacht. Dit kan ik helemaal niet maken. Want ik heb een fabricator nodig. Tuurlijk. Oh. Ja, ik zou een fabricator kunnen maken. Maar dan ga ik hem nog niet plaatsen. Ah, dat feels bad, man. Feels echt bad. Pretty fucking bad. Oh, en ik heb geen olie, of wel? Nee, volgens mij helemaal niet. Damn it, hoe kom ik aan olie hier? Buiten die trilobieten dan, maar ja. Dude, ik heb zo reet te veel. Oh, kun je goed blijven, dankjewel. Shit, man. Ik heb ook... Oh, die chitin. Hell yeah. Hell yeah. Karkinos Slayer. Yes. Very yes. Oké. Maar ik ga dan dus wel even zoveel mogelijk stone poelen. Want dan ga ik ook echt tering van cementing paste maken ook. Oh, wacht. We doen wel even iets van 3000 of zo. Yes. Dit is een leuke tribe naam. De slachter der Karkinos. De man. Die single-handedly. Dus gewoon zonder hulp van wie dan ook wat dan ook. In zijn eentje. Ja, er was geen krokodil of zo die me hielp. Een Karkinos heeft gedood. Met zijn blote vuisten. Hij had geen eens armor aan. Jongens. Ik ben legendary. Oh my god. Hij is ook gewoon blij om. Zie je hem kwispelen? Do you see him quisple, man? When he quisple, he blij. You quisple, you lose. Oké, nou dat was wel cool. Dat vond ik wel cool. En dat was ook heel nuttig. Dat was echt een hele nuttige ervaring. Want dit kan ik dus vaker nabootsen. Eén gate oppakken. Een nieuwe trap er neerleggen. En done. En dan gewoon killen. Oh ja, stone arrows heb ik nou eigenlijk wel nodig. Nee, mijn crossbows, die heb ik nodig. Dat was echt heel sick. Ik heb jou nodig voor de repairs en jou ook, of kan dat niet? Repair, alright. En dan ga ik nou even tussendoor, want het moet gewoon echt even. Ga ik dus echt eens even wat metal verzamelen, want ik zit alleen maar metal te poelen, maar ik heb er niks meer bij gehakt. En dan kan het wel lekker respawnen natuurlijk. Je hebt altijd metal nodig, hoe dan ook. Hoe je het ook bent verkeerd, metal is nodig. Kijk, het is al goed verstopt eigenlijk tussen al die... mushrooms en zo. En hier stond nog een metal note El Giganto. Hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga jouw Argentina paste even lekker oprapen. Weet je wat ik misschien wel kan... Oh nee, dat kan niet echt, hè. Ja, ik zou hier omheen kunnen bouwen, zeg maar. Maar ik kan hem niet meesleuren naar mijn base nu. Dat is een beetje jammer. Als had ik hem daar gewoon wild rond kunnen laten lopen. Wat ik wel legit zou kunnen overwegen. Ik weet niet of het slim is, hoor. Maar dat is om later dus een collector hieronder in deze swamp te zetten in de blue. Omdat er tering veel wilden rondlopen. Op zich, zeg maar, het is hieronder echt levensgevaarlijk. Maar op zich zou mij dat dus juist tof lijken om daar een beest te beginnen. Gewoon puur omdat er dan altijd gevaar om je heen is. Misschien wel heel kut in het begin, maar... Dude, kom op, dat is dope. Hieronder is het zo... Ik weet niet, het is wel gevaarlijk, maar tegelijkertijd is het zo kalm en zo. Niet echt sensationeel, weet je wel. Alright, ik heb denk ik ondertussen wel genoeg metal. Ik hak deze dan nog maar even weg. En dan kan ik ook niet meer lopen, dus prima. Oh nee, ik heb dorst. Ja. We zijn gewoon lekker bezig. Dat wilde ik even melden. Dus Rufus, ik kruip er even lekker onder uw buikje door. En hey, Ovens, how you doing? Ik geef jou 337. Ik geef jou 252. Je pakt er even eentje van weg, want anders is het wel lekker oneven.
Ik geef jou ook gewoon een lekker deeltje. Jou ook en jou ook. Prima. Het enige wat ik dan nu nog mis is even hout. Ik moet hier even wat wood in poelen. Lutfee! Oké, alles gedaan. Prima. What's next for this great adventure? Ah, I know. Met een K. Met een zachte K. We gaan even deze dingen weer inquippen. Equippen. En ja, dan is het nu tijd voor het vetste ter wereld. Het beste puntje ooit. Namelijk het platform. Wauw. Zo cool, Rudy. I know. Super cool. We maken hem. Eindelijk. Halleluja. Mwah. We hebben hem. Nou, Link die had er dus al een. Dus ja, ik ben een beetje laat met een feestje. Nee, dat valt wel mee. Maar dit functioneert volgens mij niet als tree platform. Maar alleen... Oh, what the fuck. Nee, je werkt geen eens op deze steen, joh. Je bent een cliff platform, Cliffy. Out of place? Uh-oh, val ik naar onder? Auw! Oh, no. Oh, no, 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 no. Waarom deed ik dat? Dat is zo stom. Hier ben ik een keer vastgekomen te zitten door de Reapers. Dat wil ik niet, Nope, nee, dat gaan we niet herhalen. We gaan even snel vluchten. Holy crap. Oké, maar jij bent een rotswand ding. Why don't you work, man? Fuck. Oké, wat we gaan doen is, we gaan even kijken bij die redwoodbomen. Kijken of het daarin past, oké? Ravager, ik neem jou mee. Kijk, Link die is ook verhuisd, maar hij wil nog steeds dat ik investeer in zijn stomme brug. Dus ik neem aan dat hij hier ergens moet wonen, maar waar? Waar is dan... Woppa! Waar is dan de vraag? Echt geen flauw benul, weet je dat? Oké, kan je daarin? Je kan daar ook niet in. Dan moet ik een normale tree platform voor maken. God dang it. Ik vind ze... Ah, what's that? What's that? Game meneer, Don! Ik heb je gevonden, Don. Zal ik een bordje hier neerzetten? Hallo Don, ik heb een raptor naar je huis gelokt. Groetjes Rudy. Groetjes de slachter der Karkinos. Oké, ik bescherm de beest van Don. Dat ik zo lief ben. Maar... Waar is het Link dan? Ik bedoel, ik heb Don nog eerder gevonden. Wat grappig dat we allemaal zo dicht bij elkaar zitten trouwens. What the fuck? Is dat een Ankylo? Dude, als er iets chill is nu, is het een Ankylo. En dit zit veilig. Dit zit niet in de blue shit. I might consider. Ik heb de tamingspel gewoon bij me. Maar ik ga eerst even een bordje maken hier. Enemy foundation. Oké, ja, waar gaat hij iets zien? Ik denk wel ergens. Ja, hier wel. Maar wat moet ik zeggen? Ja. Dit is mijn berichtje. Hallo game meneer. Jij ook hier? Hoe kut is dit? Alles is gevaarlijk. Bizar, hè? Ja, heel bizar. Lekker cryptisch ook. Dan weet hij niet dat ik het ben. Wah. Oké. Nou, we gaan even verder met de dat. Waar waren we al mee bezig? Ik ben het alweer vergeten. Oh ja, Ankylo zou kunnen overwegen. Maar dit eerst. Oh, wait a minute. Oké, dit moet ik heel misschien even voorzichtig aanpakken. Heb ik... Ik heb geen aquatic shrooms, zo te zien. Oké. Kijk, ik zie hier namelijk twee dingen. Het ene is dit. Ja hoor, die kan ik oppakken. Dat zijn mushrooms. Zijn dit een bepaald soort mushrooms? Zeg maar ook een... Ja, ik krijg meer van die narco-mushrooms van deze dingen. Oké, maar hebben die ook waarschijnlijk een torpereffect? Net als die rode... Oh, biotoxin. Ik denk dat deze... Ik weet het niet zeker, maar dat deze misschien ook gevaarlijk kunnen zijn. Not sure though. Oh, ik weet ook niet of ik in een nameless gebied zit nu. Oké, en dit. Wat is dit dan? Een normale kristal? Blue gem. Ook al, wat? Blue gem en crystal. Nou, crystal kan ik gebruiken. Maar lijkt een beetje rood in de kern. Dus kans op een red gem? I don't know. Geen idee. Echt geen idee. Oh, ik kan zo dus niet meer lopen. Die blue gems die wegen echt veel te veel. Oké, Ravager! I need you, man. I need you in my life. Wat een ravage. Oké, dus we doen dat er maar even in allemaal. Dan kan ik in ieder geval wel lopen. Wow, yo, ik ben nog steeds te zwaar door iets. Oh ja, tuurlijk, dat is het platform wat ik bij me heb. Oh, en daar loopt een megalosaurus. Nou, wat... Oh, rent die nou weg van mij? Wat mij wel opvalt, is dat ik hier zeg maar best zo'n ding kan tamen. Omdat ik in de blue gewoon absoluut niet moet beginnen met zo'n ding tamen. Dus chill dat we deze plek hebben gevonden. Hieronder moet ik dat echt niet gaan doen. Maar wat ik nou dus nog steeds niet weet, is hoe dit werkt. Ik kan er niet op de... Oh, hij kon hier. Ik kan hem dus niet op de cliff en ook niet op de vloer. Maar waar dan wel? Ik kon het net wel even ergens... Maar wat ook belangrijk is tegelijkertijd, is dat hier twee Ankylo's vastzitten. Eigenlijk moet ik daar gebruik van maken. Als ik ze gewoon knock-out schiet, dan die boompers weghaal. Tenzij ze het zelf doen, maar... Ja, dat moet ik eigenlijk wel doen. Maar het is hier niet helemaal zonder gevaar. Dus ik moet sowieso mijn Shinehorn meenemen. Maar waar woont die gekke bruggenman nou? Dat is de echte vraag. Ja, maar jongens, ik kan hier toch helemaal niks mee zo? Out of placement range. Ja, ik denk dat het er gewoon wel op kan, maar dat ik zelf dichterbij moet hangen of wat dan ook. Misschien is dat het wel. Maar anyway, voor nu, ik ga even snel terug naar base. Dan pak ik even de Shinehorn of een bullpok voor de zekerheid. En dan gaan we eens even kijken of we een Ankylo kunnen tamen. Of die Karkinos kunnen killen die hier loopt. Hij is wel dichtbij. Oh nee. Of een Sarko tamen. Maar eerst eens even dit testen. Wat nou als ik gewoon lekker omhoog klim?
Zoals we nu doen, weet je wel. Kijken wat ik kan hebben. En dan dit. Staat alsnog out of placement range. Hoe werkt dit? Oh. Je moet hem onder je bouwen. Ah, oké. Dan is het allemaal duidelijk. Dan zou ik hem hier dus wel kunnen maken. Nadeel wordt dan wel alleen de waterval. Het geluid van de waterval. Ik bedoel, het is gewoon aanwezig. Dus boven mij kan niet, onder mij kan wel. Dan telt het wel als placement. En zo werkt het niet. Dus je moet wel daadwerkelijk aan de muur hangen. Wil je het voor elkaar krijgen? Akak. Dan weten we dat. Oh, what the fuck? No. Dat was niet slim. Ik moet nog even leren gliden, jongens. Het is nog niet mijn beste vaardigheid. Laat ik dan sowieso maar voor nu even dit ding hierin opslaan. En die gate dan ook maar even op de frame. Tussendoor nog even een mini tweestrijd. Als ik nou en een Shinehorn meeneem en mijn Ravager, dan kan ik direct de Ankylo niet meenemen op mijn schouder. Dus het beste wat ik dan kan doen is een verwaarloosbare boelpak meenemen. Zoals jij. Waar woont die Link, man? Jezus, ik kan hem ook gewoon niet vinden. Ik wil trouwens, voordat ik dit ga doen, wil ik echt even snel daar checken. Omdat ik nu toch mijn lampje aan heb staan. Gewoon heel even snel. Ik hoop alleen niet dat er een Megalosaurus in de buurt komt. Maar dat daar, die gekke brug. Die ziet er zo dope uit. So, Nameless, please fuck off. Dankjewel. Ik wil een klein... Oh mijn god, ja. Ja. Oh, die is zo cool. Dude, die moet ik hebben. Oké, ik zie het al. Dit pad moet ik niet te lang volgen. Dat is dat. Een glowbug en een... Oh. Slangen. Oké, en hier ligt metal, jongens. Hier ligt metal voor days. Kan ik daar niet op bonen? Op die... Die steen daar, oh. Dit is een vet stuk. Wat is dit dan? Oh, een Shinehorn. Een kerstmutsie. Ah, maar heb ik dan niet continu last van Nameless? Dat is wel even de vraag. Ik zou dus legit hier aan kunnen wonen, denk ik. Laat het in de comments weten of het dom is. Om überhaupt hier te wonen buiten de Edge. Of dat het dus vooral verstandig is om toch maar daar in het zonlicht te wonen. Oké, ik ga weer terug. Hier ligt ik zo rete veel metal. Kak me, peren. Dat moet ik toch wel hebben eigenlijk. Oh, what the fuck? Er kruipt iets. Oh, joh, daar zit gewoon een rock drake. In zijn incognito mode, hè. Jezus. Dat is wel nice. Dat is super cool. Die zag ik net geen eens, joh. Maar kijk op Twitchen. Dat ding heeft dus gelukkig al wat torpor van de snack. Niet veel. Ik zou hier gewoon kunnen wachten. Tot dat ding dood is en dan de rest gewoon zelf afmaken. Oké, dat ding is nu dood. Want jij bent echt de vetste Ankylo ooit. Even eerlijk. Die aberrant dingen zitten op een perfecte plekje. Ik moet je alleen niet hier temmen. Dus als het even kan, moet je me helemaal volgen, oké? Zo moeilijk lopen. Sowieso dat first person rijden is echt heel lastig. Oh, het zijn er meer. En een raffetje erachter. Dit moet ik niet doen. Nee, dat wordt me dood. 100%. En hoeveel torpor heeft die man al? Hij is bijna knocked. Ja, hij mag niet dood. Ik moet dit even met de crossbow gaan oplossen. Anders gaat hij hier heel snel de... Oh, die gaat... Nee. Please, don't die, man. Nee. Oh, ze zijn bijna dood. Oké, dat is prima. Maar hoeveel HP heb jij nu? 300. Oké, dat is niet oké. Kan ik eens een 10 keer raken? Ja, dat is niet helemaal fijn, man. Oh, nou gaat hij nog wegrennen. Zit hij in de wegrenfase? Zie maar niet naar die Ravager toe rent die daar zit. Oh, die HP is zo ruk. Ik weet niet of dit hem wordt. Hij heeft nog maar 145 HP. Ja, nee, dat wordt hem. Ik weet het zeker. Oké, en nou nog één hit, denk ik. Oh, kut, ik had hem één keer te vaak geraakt. Oké, snel de Meijo-bergs erin. Alle Meijo's erin. Yes. 79 HP, though. Oké, dan nemen we afstand van deze gasten. We nemen gewoon even lekker afstand. En dan hopen dat er niks fout gaat. Maar dan ook echt even hopen, want dit is wel heel riskant. Oké, ik denk dat ik hier niet wordt lastig gevallen. Levelen op. I don't even know, man. We gaan gewoon even kijken of we hem vanaf hier kunnen tamen. 79 HP. Oh, feels so good. 5,7% van één hapje. Dan heeft hij er ongeveer 20 nodig. 20 bestjes. Ik had er iets van 50 in. Prima. Just don't die, man. Oh nee, oké, daar hebben we al een probleem. Daar hebben we al een veel te groot probleem. Nee. Titan maar. Flikker op. Je moet... Oh. Mijn god, man. Ja, jij bent ook automatisch een probleem dan. I'm sorry, man. Ken je geen eens? Oh, nee. En daar hebben we de Nameless. Mijn lampjes op, jongens. En ik zit in het Nameless gebied. Dit wordt hem niet. Dit wordt hem zo niet. Fucking Art of Pleura gaat dood. De boelpak, man. De boelpak is op. Oké, dat was hem. Oké, daar komt de rest van de Nameless. Ik moet hem weglokken van de Ankylo.
Moet hem weglokken. Oh, kak met peren. Er zijn heel veel ravagers. Spring! What the fuck? Oh, nee. Nameless. Nameless, please. Mijn lampie. Lampie, ga aan. Lampie, ga aan. Fucking lampie, man. Oké, okay, dit is niet chill. Als ik dadelijk terug ben, dan is hij dood. 100%. Waar ben ik zelf eigenlijk? Lampie, kun je zo chargen? Of moet ik echt... Hoe werkt dit? Ga aan, lampie. Charge, pak hem. Pluk hem leeg. Put a battery in inventory. Nee. Ik heb helemaal geen battery. Wat is dat? Je hebt gewoon charge, man. Oh mijn god, hij had gewoon niet de charge. Brand. Brand in de hel. Brand in de hel, je verrotte ratten. Dankjewel. Hij ligt er nog. Hij ligt er gewoon nog. My man. Met 12 HP. Ja, weet allemaal hoe dit gaat eindigen. Hij brandt. Brand, je vieze rat. Kom maar, nee, kom maar lekker in de buurt. Nee, kom maar lekker in de buurt. Kom maar lekker in de buurt. Ja, vervelend, hè. Vervelend is dat hij daar ligt. Jij godvergetende nameless. Doe eens normaal, man. Doe eens normaal, man. Hij blijft ook gewoon staan. Die man die wil ook vechten. Dit blijft moeilijk, jongen. Ik wil de hele tijd hier gewoon even wachten. Maar dan zie ik weer gewoon een nieuwe dino kruipen. Dat is zo kut. En hier zitten allemaal titan boas. Ze hoeven hem legit maar één keer te raken en hij is gewoon dood. Klaar. Ze kunnen nog zoveel kruipen over de periode die hij nog moet tamen, zeg maar. Of die hij nog nodig heeft voor de tame. Zo'n hapje genomen. 74%. Ik moet hier eventjes weglokken. Gewoon alweer. Hey, Pecky. Kom maar met me mee. Neem je squad mee. Oké, okay, dankjewel. Komen ze te eten even hier, joh. Ik had ze echt zoveel weggelokt. Oh, zag je dat? Die paddenstoelen doen wel wat. Ik zie daar een wolkje. Ik weet alleen niet wat. Ik denk een narco-effect. En ondertussen volgen er nog veel meer. Man. Kom op, laat me gewoon met rust. Oké, okay, het lijkt me weer veilig. Ik word wel een beetje panisch van deze thema. Dit is een van de meest lastige op dit moment. Ooit. Voor mij. Maar deze Ankylo is zo awesome qua kleuren. Kan niet snel genoeg over zijn, ik zweer. Armor is weer kapot. Ik vroeg me alleen af, zit dat ding daarboven nog? Ik zie hem niet. Nou, dan is hij denk ik gevlogen. Wat ik mij ook afvroeg. Stel die andere paddenstoelen, die geven een soort van narcotic effect. Buiten een trip effect. Zou je daar dan mee kunnen tamen? Want als dat zo is, dan zou dat wel dope zijn. Ja? Oh, wat nog één? Met hier nog één? Oh, nee, 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 nee. That moment when your lampje goes weer uit. Godverdomme, hij moet nog letterlijk één happy. Ah, en hier zitten al de ravagers. Ga aan! Hij is aan, hij is aan, hij is aan, hij is aan. Hij is aan, hij is aan. Nou, jullie kunnen nu wel lekker allemaal de tering krijgen, jongens. Want mijn Ankylo is getamed. Hell yeah. Laat ze me... Oh, ze volgen nog. Oké, okay, hoe ga ik het doen? Ik ga mijn bullpak hier letterlijk neergooien. Dan ga ik heel snel in jouw de pick-up relic stoppen. En dan pik ik jou up. Oh, oh, oh. Nou, boelpok, mijn ter. Blijf leven. Dankjewel. Brand ze helemaal de moeder. Waar is mijn boelpok? Mijn boelpok valt aan. Zie je nemen, dus je moet niet fucken met mij. Maar mijn boelpok maakt je helemaal kapot. Holy shit, heb ik nog nooit zien gebeuren. Oké, okay, hij is ook gevlucht, hij is ook gevlucht. Alright, jongens. Boelpok, bedankt. Bedankt, echt bedankt. Ik ga de Ankylo mee naar base nemen. We did it. We fucking did it. Oh. We zijn gelukkig weer terug in de base, jongens. De slachter der Karkinos, that's me, is terug in de basis. Eindelijk. De dude staat hier en nu dan ook de super sicke Ankylo. Met de speciale kerstkleurtjes, met de aberrant spikes die dus lekker gloeien. En level 122. Toch nog best wel degelijk. Dat was mijn panische opname, maar we hebben het weer gedaan. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Vond je het tof? Doe dan zeker even een paar duimpjes omhoog. Laten we gaan voor de 10.000. Want de vorige keren zijn het zo tering goed gegaan, jongens. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Oké, okay, speta.